Een veelgebruikte handeling in Excel is het doorvoeren. Meestal met de vulgreep, dat blokje hier rechtsonder, dan kan ik een formule doorkopiëren. Maar er is ook een knop doorvoeren op het tabblad Start. Wat doet die? Nou, die voert het ook door, alleen moet je dan van tevoren het gebied selecteren en dan kun je zeggen doorvoeren omlaag. Maar zoals je ziet, zitten hier meer mogelijkheden in. Bijvoorbeeld, ik wil een reeks maken van 1 tot 1000. Dan ben ik nogal lang aan het slepen met die vulgreep. Ik kan dan ook zeggen, begin met 1, dat staat er al, doorvoeren. Reeks, die wil ik in een kolom. Hij moet stapjes maken van 1 en hij moet stoppen met 1000. En dat is een stuk sneller dan slepen. Bij dat doorvoeren zit ook een uitvullen. En ik heb me altijd afgevraagd wat je daar nou mee kon. Sinds kort weet ik het. Stel je hebt in een cel zoals deze een hele lange tekst staan. Bijvoorbeeld omdat je iets aan het beschrijven bent. Nou wil je dit graag wat meer verdelen over een paar regels. Dus wat doen de meeste mensen dan? En ik tot voor kort ook. Dit selecteren. Knippen, cel eronder, plakken. En dan ook nog met dit stukje, knippen, plakken. Ja, en als er dan in één keer iets veranderd moet worden, bijvoorbeeld er moet iets bijgeschreven worden, dan kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dan is uitvullen een uitkomst. Hier staat die tekst in één cel in een hele lange zin. Ik wil het graag zo breed hebben. Selecteer de breedte en dan zeg ik vervolgens uitvullen. Had het toch iets breder of iets smaller gemoeten? Gewoon opnieuw selecteren. Zou je het te krap doen, dan zegt hij vanzelf dat hij wat meer ruimte nodig heeft. En dan heb ik het op deze manier. Je kunt het zelfs weer terugbrengen tot één hele lange tekst in een cel. Door een hele grote breedte van tevoren te selecteren en dan weer te zeggen uitvullen. Je ziet, je bent nooit te oud om te leren.